Ja mensen, goedemiddag. We zijn hier toegekomen bij een locatie die Old Mill heet. Oh, en we hebben hier al direct de molen gevonden. Volgens hetgeen dat ik weet, zou dit een water... Hè? Ja. Komt hier just even een boer afgereden met een tractor in het straatje, maar het was even paniek. Maar wat ik dus al gelezen heb op internet is dat het om een watermolen zou gaan. En het zou best kunnen dat hier, die as die naar buiten loopt, dat die verbonden is met de rat dat in het water zit. Dat is eigenlijk wel een vernuftig stukje techniek, want als je hier aan deze dingen draaide, dan bewoog er hier van alles, waardoor dat waarschijnlijk die tandwielen gekoppeld en ontkoppeld konden worden. Dat is wel vooruitstrevend geweest voor zijn tijd, denk ik. Hier ziet je het waterwiel liggen dat aangedreven werd door het water dat hier hoogstwaarschijnlijk boven in die goot toekwam. Daar uit die goot zal het water vandaan gekomen hebben. Hier ziet je het oude waterwiel. Prachtig stukje techniek. Hier komen we dan in het woongedeelte terecht. Wow. En hier is ook nog best veel te zien, jongens. Dat is een boerderij. Er staat hierop op een balk ingegraveerd van 1786. Hier verder is de keuken en dan kun je nog verder gaan. En daar zaten de dieren dan samen, terwijl hij gaan eten zat, waard, zacht de dieren. Toen met die balkjes. Oh, kijk hier jongens, we zijn allemaal. En daar is de stal waar de dieren zaten. Zou dat 1786 zijn? Mm-hmm. Ja, ja, zie je toch, hè? Ja, dat is wel een 7, maar dat is klein gemaakt voor de helft. Daar zaten de dieren. En hier was de keuken. Je ziet van boven, hoe dat dan gebouwd is. Dat is een beetje nodig. Zullen hier de dieren gezeten hebben, denkt? Ja.
stok half vier. Boven. Altijd handig om een staafmixer bij de achterdeur te hangen hebben. Je weet nooit. Het lijkt wel of ze hier allemaal van die emmertjes gezet hebben. Om het vocht op te vangen dat door het dak kwam. Maar dat is niet gelukt blijkbaar. Zo mensen, dan rest er ons hier alleen nog eens even te kijken waar het water hier vandaan komt. Yeah, Farmer Kurt. Gewoon hier een beetje gaan sproeien, Ben. Gewoon patat gaan sproeien. Ja, tjoe, ik zou mijn wielen kwijt. Ik ga maar weer. En waar komt het water nou vandaan? Ik weet niet of je het goed kunt zien, maar hier loopt dus die buis die bovenop het waterrad uitkomt. Ik denk dat die dus ook gewoon hier vol met zand en met onkruid zit gegroeid. En ja, hier zien we een paar putringen liggen. Ik veronderstel dat dit hier een ondergrondse beek is die daarop uitkomt. Daar in de verte zie je de beek lopen. Ja. Dan vrees ik eigenlijk dat we een beetje aan het einde van de aflevering gekomen zijn. Maar ik vond dit persoonlijk wel een hele mooie. Ja, ik ben aan het afsluiten, Tommy. Sorry. Ja, allez, zeg. Tot de volgende. Salut, hè. Salut, hè. Salut, hè. Bedankt, hè. En voorzichtig op de baan, hè. Oké, jongens. Tot in de volgende aflevering.